Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe MVI-opdracht. En dit keer gaan we beginnen met het maken van een spel. En dat spel is niet alleen één ding, nee, het zijn een heleboel dingen. Zoals je ziet, er staan al een aantal spelletjes klaar. Die kunnen we als inspiratie gebruiken. Dus ga vooral thuis ook even kijken wat je thuis allemaal kunt vinden dat jouw inspiratie geeft. Nou, wat heb je voor deze opdracht nodig? Je hebt stiften, potloden of andere dingen waarmee je kunt kleuren. Je hebt een geodriehoek of gewoon een lineaal nodig. Je hebt wat lijm nodig. Je hebt een schaar nodig. En je hebt een A4'tje nodig en een stuk karton. Dit stuk karton heb ik al op A4 formaat geknipt. Dat moeten jullie ook doen. Want dadelijk ga je dit papiertje erop plakken. Nou, wat ga je doen? Ik wil dat je een spel gaat maken. Dat spel mag je helemaal zelf bedenken. Maar het moet een bordspel zijn. Dus je hebt dat bord nodig en dat ga je maken. Je gaat er allerlei vakjes op maken en daar ga je allerlei opdrachten op maken. Om die vakjes te maken moet je zorgen dat ze allemaal even ver uit elkaar zijn. Dus dat ga je doen met een lineaal. Dat kan met een geodriehoek, maar dat kan ook met een lineaal. Als je dat gaat doen, ga je papier netjes in vakjes verdelen. In totaal 24. Dat betekent dat ik hier 3 lijnen ga neerzetten en daar ga ik 5 lijnen neerzetten. Dan heb ik 6 vlakjes hier en 4 vlakjes hier. In totaal heb ik er dan 24. Ik ga nu dit vel in vlakjes verdelen. Hiervoor gebruik ik mijn potlood. Ik ga hem netjes verdelen over het vlak. En dat doe ik aan de onderkant en aan de bovenkant. Heb ik dat gedaan, dan kan ik netjes van het ene punt naar het andere punt een lijntje gaan trekken. Ik heb nu 2 puntjes gezet, daar en daar. En daar ga ik nou een lijn tussen zetten. Dus zet mijn lineaal netjes tegen die puntjes aan. En dan trek ik een lijn. Haal hem weg. Mooi. Even ver uit elkaar van het papier. Dat doe ik bij de andere puntjes ook. Doe ik dus daar. Zet ik een lijn. En iets verderop ook. Nu heb ik mijn vel precies in 4 delen verdeeld. Ik ben nu klaar. Ik ga nu mijn spel helemaal inkleuren, helemaal tekenen, helemaal mooi maken. En ik ga in allerlei vakjes leuke opdrachten maken. Wat ik wil dat jullie gaan doen, is dat er bij sowieso 5 vlakjes in jouw spel komt dat de speler die jouw spel gaat spelen een opdrachtkaart moet pakken. Nou, waarom moet dat? Omdat wij volgende week gaan we die opdrachtkaarten maken. Zo ben je al voorbereid voor volgende week. Dus zorg dat er 5 vlakjes in zitten waarin een speler een opdrachtkaart moet pakken. Klaar. Hij moet echt heel erg leuk worden. Ik verwacht van jullie dat je hem echt heel erg mooi maakt. Dus dat er leuke slangen bijvoorbeeld inkomen. Of dat je iets met dingen uit tijdschriften doet die je eruit knipt en hier weer opplakt. Maak hem zo mooi mogelijk. Echt een heel tof spel. Als je klaar bent, ga je hem opplakken. Je kartonnetje, daar ga je hem opplakken. Je lijm goed oplijmen. Hè? Zorgen dat je de lijm goed verdeelt. En dan plak je hem erop. Spieken. Ja. Kijk, omdat ik hem al netjes heb gesneden op A4, of geknipt heb op A4, het karton, past hij er nu precies op. Zie je dat? Wat een spel ook heeft, het heeft nu een voorkant. En het moet een achterkant hebben. Kijk, die heb ik al gemaakt. Ik heb gewoon een nieuw A4'tje gepakt.
Daar heb ik hem op de achterkant opgemaakt. En die heb ik al opgeplakt. Zorg er wel dat je het goed doet, dus dat hij niet op de kop zit. Zie je dat? Nu klopt hij. Bij jullie moet hij ook kloppen. Oké, wat is dus belangrijk? Dat je op A4 je spel maakt. Dat de opdrachtkaarten erin zitten, dat je die maakt. En dat je een foto van de voorkant en van de achterkant inlevert bij Google Classroom. Heb je dat gedaan? Helemaal tof. Maak je spel zo leuk mogelijk, zo tof mogelijk. Kijk naar andere spellen en vergeet één ding niet. Confetti.